Soms krijg je van die uitnodigingen dat je denkt, wat is hier aan de hand? Zo'n persuitnodiging ontvingen wij dinsdag voor een bijzondere culturele aankondiging door wethouder Sjoerd Feitsma. Op woensdag rond lunchtijd in snackbuffet Het Vliet aan het Zuidvliet in Leeuwarden. De uitnodiging vermeldde bovendien dat er koffie en broodjes kroket klaar zouden staan. Wij stuurden ons meest culinaire team naar snackbuffet Het Vliet. Meneer Feitsma, een persconferentie in de bekendste snackhal van Leeuwarden. Toen ik erheen ging, dacht ik, wat moet hier nou onthuld worden? Nou ja, dat hebben jullie zo net mogen meemaken natuurlijk. Een heel bijzonder evenement van onze stadsmakkers, Daan Levy en Jacco de Boer. En die gaan hier een literair festival organiseren op vrijdagavond 3 oktober. En dat duurt de hele nacht. En het is heel leuk dat ze deze plek gekozen hebben, want het is natuurlijk een begrip in Leeuwarden. Deze snackbar is ook tot 3 uur 's nachts open. En ik denk dat er veel mensen langs zullen komen. En ik denk ook dat er mensen zullen zijn die heel positief verrast zijn dat daar mensen voordragen uit eigen werk. Ja. Voordragen uit eigen werk, het zijn niet de minste namen die langskomen hier. Nee, een aantal schrijvers komen langs. Nico Dijkshoorn komt langs, Sylvia Witteman komt langs, dus Volkskrant-columniste. En die draagt eigenlijk normaal nooit voor uit eigen werk en nu wel. Dus volgens mij gaat het heel leuk worden. Ja, ik krijg zo'n beetje het idee van je gaat kunst brengen naar het volk. Ja, dan kies je dan ook een snackbar uit. Nou ja, goed, dat zul je Jacco de Boer even moeten vragen die hier is. Hè, wat precies de gedachte is geweest. Ik vind het heel leuk dat je kunst brengt op plaatsen waar je het normaal niet tegenkomt. En een snackbar is daar één van. Dus ja, daar word ik wel enthousiast van. Dus als de Leeuwarders 3 oktober een kroketje gaan kopen, dan worden ze getrakteerd op een extraatje erbij. Ik zou zeggen, neem de tijd voor het kroketje en luister even. Ja, ik vind het hartstikke mooi. Kijk, dat het volle bak wordt. Ja, mooi nog. Sjors, de Haals 3 oktober misschien wel heel wat in huis hier. Ja, ik ben benieuwd. Het is afwachten. Ik heb ook geen idee wat me te wachten staat. Dus, Vind je het leuk om aan zulks mee te werken? Ja, uiteraard. Ja, anders had ik niet ja gezegd. Nee. Ja, dus, ik ben wel in voor verandering en voor leuke dingen. En, Ja, want je kan natuurlijk denken, ik ga even om een kroketje en dan kom je hier binnen en dan weet je niet wat je overkomt misschien. Nee, inderdaad. Nee, daar zitten hier mensen die, die dicteren wat uit een boek en het kan alle kanten op. Ik ben heel benieuwd. Maar die uitdaging die graast graag aan? Zeker, ja. Nou, dan wens ik die 3 oktober heel veel succes en ik hoop dat de tent vol is, maar daar is het ook een beetje omzet, hè, natuurlijk. Ja, dat zou het mooiste zijn natuurlijk. Ja. Jacco, een literatuurfestival in een snackbar. Ja. Helemaal nieuw voor mij. Ja, klopt. Dat was ook. Soms heb je een idee en denk je, deze combinatie had ik nog niet eerder zelf gezien of gehoord. En het kwam eigenlijk omdat er is veel discussie over bibliotheken in Leeuwarden. Had die dan dicht moeten of open blijven? En ik vind dat sommige oppositiepartijen, ik vind het hartstikke goed dat je opkomen voor de bibliotheek. Maar het wordt een beetje subrocht van die arme mensen in die weekend, die hebben geen boeken meer. En ik denk, als je echt wat doen willen om mensen kennis te maken met literatuur, dan moet je naar ze toe. Ja. Nou, hier hebben we niet een drempel in de deur. Iedereen kan hier zo binnenstappen. Dus dat liep ook een mooie reactie daarop van, het ken wel. Dus we brengen de schrijvers gewoon naar de buurt. Nou, die schrijvers die ben het natuurlijk ook niet gewend om in een snackbar voor te dragen uw eigen werk. Vonden ze het leuk? Juist vonden ze dat hartstikke leuk, want normaal ben ze heel vaak gewoon in theater of in boekwinkels. Daar hebben ze natuurlijk altijd een soort publiek, dat vinden ze ook leuk. Alleen als je dat altijd hebben, wil je een keer wel wat anders. En voor hen is het natuurlijk heel spannend om hier in een zaak die gewoon open is en een snackbar is, maar het is patat bakken, om dan nog een keer die verhaal en gedichten te vertellen. Dat maakt voor hen ook spannend. Ja, want had je nou hier bijvoorbeeld op die 3 oktober een kroketje komen kopen, dan wil je automatisch trakteerd op de mooiste verhaal. Ik krijg verhaal en gedichten erbij. Dus dat is echt een kroketje met. Maar het is toch een beetje een concept wat ik wel vaker hoor. Hè? Je moet die kunst niet te ver afzetten, maar heel dicht naar die burger toe brengen. Nou ja, burger, de buurt. Wees wel. Ik woon hier zelf vlakbij. En toen wij die cassettebandjes overal maar lukraak door de bus gegooid hebben, heb ik heel veel reactie gehad van mensen. Die zei, ik vond het zo mooi om weer een keer een verhaal te horen. Dus verhalen luisteren is niet alleen voor als je heel veel boeken lezen of als je een hoge opleiding hebt. Het een mooi vertellen is leuk om te luisteren. Dus waarom niet hier? Aan de minste namen hebben we hem ook niet, hè, die op hier komen voordragen. Nee, dus we moesten natuurlijk wel voor het even knallen.
Dus nee, dat is hartstikke leuk. Nico Dijk is natuurlijk bekend van de televisie. Ook vaak in Leeuwarden geweest. Sylvia Witteman is columniste van de Volkskrant. Die het eigenlijk normaal niet optreedt. Maar die vond het zo leuk. Dus hij zei, dat moet ik een grap van hebben. En Peter Buwalda, ja, dat is gewoon een bestseller auteur. Dat zijn allemaal mensen individueel. Als je die zelf ergens neerzetten zou, dan zou er ook wel een paar honderd man komen. Nou ja, die ken hier niet in. Dus het werd misschien wel een chaos. Maar wat was de laatste keer dat literatuur wat een oploop veroorzaakte? Hè? Dus dat werd ook wel een keer betiteld voor.